Oh. Let us begin. Chapter 4, The Dream. One night, the girl dreamed about her own mother. "What are you doing?" she asked, her mother retreating back. Without turning, her mother replied, "Don't fret, dearest. I'm not going anywhere. I'm always watching over you, like the sun in the day and the moon in the night." A wave of sadness washed over the girl. "What about when it rains and I can't see the sun or the moon?" Her mother thought for a moment before responding. "I will turn into a star in the clouds and wait for your tears to dry." When she awoke, the girl's face was damp with tears. "You have star bits in your eyes," said Luma to the girl. Wiping her face, the girl replied, "These are tears, not star bits. I'm crying because I'll never see my mother ever again." At this, Luma began to cry too. "Mama! Oh, Mama!" The pair traveled through the starry skies, and though they encountered many other comets, none of them held Luma's mother. Luma was despondent. Now, Luma, the rain clouds won't go away if you keep crying," the girl said, giving Luma a squeeze. "I'll give you a present if you stop." The girl closed her eyes and said gently, "I'll take care of you." With these words, she felt a small spark in her heart. That should do it for today. Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. In de vorige aflevering hebben we 5 sterren te pakken gekregen. En heb ik jullie de vraag gesteld wat nou eigenlijk de upgrade was. Voor de mensen die het niet hebben geraden, ik weet niet of het geraden is, want ja, het is een recording sessie, dus ik neem altijd van tevoren op. Wij hebben een nieuwe professionele microfoon in de studio. Ik gebruik op dit moment niet meer mijn headset microfoon van de G35 Logitech headset gebeuren. Ik gebruik op dit moment een microfoon genaamd Blue Yeti. Deze is mij aangeraden door Alex, die gebruikt hem, mijn animator, die gebruikt hem natuurlijk zelf ook. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om hem toch maar eventjes een testje te geven. Nou heb ik al een livestream test meegedaan en heel veel die vonden de kwaliteit heel erg goed. Dus ik weet niet of jullie de kwaliteit ook heel erg goed vinden. Was je er gisteren niet achter gekomen, is absoluut geen enkel probleem, want ik ben er heel erg tevreden over. En persoonlijk, ik irriteerde me nogal aan één ding. Nou gaan we eindelijk zeg maar naar die tweede ster toe. Sorry daarvoor. Ik irriteerde me het grotendeels aan op het moment dat ik aan het praten was. Dat je of zeg maar de overheersende hoorde op het moment dat ik aan het praten was. Of tot als ik in één keer enthousiaste reacties heb, dat dan te luid was voor de gewone headset microfoon. Dat je dan begint dat je dan een blaas krijgt of zoiets. Daar begon ik me toch een beetje gruwelijk aan te irriteren. En nou heb ik dus voor de grap... met een test heb ik dus eventjes een vergelijking gedaan. En er zit wel degelijk inderdaad een groot verschil tussen de audiocommentaar van toen en nu, naar mijn mening. Nogmaals, dat is gewoon mijn mening. Jullie mening is natuurlijk jullie mening en dat mag allemaal verschillen. Goed, wat we moeten doen is, we moeten dus een gigantische boel moeten we dus gaan racen. En dat doen we dus zeg maar met Poolstars. En dat is dus die setup waar ik het over heb. Ik heb nou de microfoon dus voor mijn neus staan. En om op scherm te blijven richten heb ik dus mijn headset en mijn nunchuk. Of ja, mijn headset. Mijn headset en mijn nunchuk. Goed zo. Goeie audiocommentaar. Je bent goed bezig. Ik zat er blij. Ga door. Nee. Ik heb dus zeg maar mijn Wiimote en mijn nunchuk heb ik nogal ver van elkaar af. En dat is nogal een beetje wennen met pointen naar het scherm. Dus omdat ik anders word geblokt door mijn eigen microfoon. Goed, wat we dus moeten doen is, we moeten racen. En nou hoop ik dus zeg maar dat ik dit in één keer kan halen. Wat je wil doen is, je wil zoveel mogelijk poolstars tegelijkertijd pakken. En je eigen dus echt snel naar voren brengen. Deze bouncy bouncers, die bouncy je dus zeg maar de verkeerde kant op. Die bouncy je echt dus zeg maar weg. Dat is niet een pretje. Mag ik? Nee. Nou, kom op! Oh, dit gaat fout. Nou weet ik dat er een short
kat ergens is, maar ik weet niet meer precies waar. Oh, bouncy, bouncy, bouncy. Ik ben hier zo slecht in. Dit gaat me echt... Daar zit de shortcut. Daar zit de shortcut. Waarom pak ik hem niet? Kom op! Je hoort me klikken! Nee! 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 You gotta be kidding me! Oh mijn god! Nee! Dit weet ik toch nog... Kan ik geen zelfmoord plegen? Dit is ridiculous. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit menen we niet. Dit meen je gewoon. Dit kan... Nee. Oh mijn god. Dit is verschrikkelijk. Oh mijn god. Oh nee. Nee. Ik doe hier even knip. Het is duidelijk Captain Obvious dat ik hier verloren heb. Dus ik zie jullie bij poging 2. Yep, hij vermoord je gewoon. Wat lief. Poging 2. Oh, dat was de grootste faal van falen die je falen. Tjonge. Ja, wij gaan weer racen. Dit keer ga ik winnen. Kom maar op. Boop, boop, boop. Mario Kart 8 met stars. Weet ik veel. Ik probeer ze van veel te ver te pakken, denk ik. Oké, dan wil ik hem. Hem. Kom op. De camera draait niet zo irritant. De truc is zeg maar om hem betijdig los te laten, waardoor dat je dus zeg maar echt naar voren gelaunched wordt. Zo dus. En nou gaat hij wel lekker. Kom op. Yes! Oké, dan moet ik hem hebben. Kom op. I can do this. Kom op. Kom op. Nou, geweldig audio commentaar. Ik weet het, jongens. Sorry daarvoor. Ik ben eerste. Daar wil ik blijven. Ja. Huppakee, twee keer. 1 minuut en 3 seconden. Heb je een snellere tijd? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En in plaats van ons te killen, geeft hij nou een ster. Snap je nou, Bowser, waarom dat je zo vaak faalt? Je laat je minions gewoon, ook al hebben ze dan een race verloren. Je laat ze gewoon zeg maar een ster geven. Gewoon door een dom spelletje te doen. Ik bedoel, als hij iets afpakt, dan ga je hem toch niet gewoon weggeven. Alleen ja, dat slaat dan ook nog steeds nergens op. Waarom dat pingwings zeg maar de kracht hebben om ook die sterren te hebben. Ik bedoel, waarom die pingwings? Zijn er ook minions? Wie weet. Ik bedoel, het lijkt zo elke keer alsof dat die pingwings zo'n... vrolijk eigen leventje leiden. Dus zonder dat ze eigenlijk dus... de minions van Bowser zijn. Ik bedoel, in Mario 64 waren het ook geen minions van Bowser meer. Dus dan is het ook de vraag hoe dat ze anders daar zijn gekomen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus, beware of the Boldergeist. Oh, Boldergeist. Die kennen we nog van Mario Galaxy 2. Die is een van mijn favoriete bazen. Ik vind Boldergeist een van de gaafste bazen die dit spel te bieden heeft. Persoonlijk. Boldergeist vond ik echt de gaafste baas ooit. Nou. Ik bedoel, die vond ik echt heel mooi in elkaar gezet. Hoe vaak ga ik nou nog zeggen dat ik hem echt gaaf vind? Fuck. Oké, dus wat we hier kunnen doen is weer een ster pakken natuurlijk. Altijd. Nou, ik heb die starbits niet echt nodig, maar waarom ook niet? Ik bedoel, ik heb ze dadelijk toch weer nodig voor een Hungry Luma of zo, dus... Ik weet niet, ik vind in dit spel is starbits verzamelen niet echt een main issue. Aangezien dat je in Mario Galaxy 2, daar heb je echt heel veel starbits nodig. Daar heb je echt een max van 9999 nodig. En hier krijgen we de introductie van Black Boos. Black Boos zullen niet onzichtbaar worden en die zijn nogal explosief. Als je dus spint, dan pak je ze bij hun tong.
En zwaaien ze zeg maar in de rondte. En met die tactiek kun je dus zeg maar ja, sommige dingen opblazen. Zoals bijvoorbeeld Bowser standbeelden. Ik herinner me nog in Mario Party 4 dat hij niet echt een fan was van als je dus zeg maar iets met zijn gezicht op als je dat kapot zou maken. Dan hebben we hier dus nog een paar dozen met starbits, dacht ik, of muntjes. Allebei, variatie daarvan. Kom eens hier, boe! Oké, dat was niet mijn bedoeling. Hi! Jij gaat mij natuurlijk vertellen tot die blauwe, of tot die zwarte blauw. In één keer ben ik spontaan kleurenblind. Tot die zwarte boos inderdaad explosief zijn. Laat maar raden, dat vertel je mij. Shiga! Ja, oh, daar waren we nog niet achter ofzo. Sarcasme in mijn stem. Oké, dan gaan we hier trouwens doorheen. Vind ik eigenlijk best wel gaaf. Richting een zwart gat wat we gewoon gaan negeren. Dat duidelijk eventjes laat zien van, als je hierin valt, ben je er geweest. Waar je geweest bent, dat weten we allemaal nog steeds niet. Maar je bent er wel geweest. Oké. Flame! Als je het niet erg vindt, ik blijf hier even plakken. Niet dat het echt nodig was geweest, maar... Oké, nou. Pompoentje, mag ik jou alsjeblieft? Daar ben ik wel erg blij om. Dan had ik trouwens nog een hele spannende vraag. Nou ja, spannende vraag. Dan heb ik eigenlijk een vraag aan jullie. Wat zouden jullie mij graag willen zien doen in een special? Zoals ik in de vorige aflevering, of in deze aflevering eigenlijk ook al heb gementiond. Ja, ik heb de laatste paar tijd, moet ik zeggen, dat mijn subscribers, oftewel mijn abonnees, behoorlijk hard aan het groeien zijn. En nou wil ik eigenlijk best wel een special doen op 2000 subs. En dan bedoel ik niet een special als Let's Play waardigheid, zoals ik zeg maar... ja, Pokémon had gedaan. Gewoon een enkel videootje waar we iets doen wat natuurlijk wel te doen is. En ja, hou daar wel rekening mee. Het moet wel te doen zijn. Het moet niet echt iets totaal over de top zijn of iets. Gewoon een special, misschien iets anders. Een review, een filmreview of een sketchcomedy, weet ik veel. Laat iets weten in de reacties. Wat zou je graag Zelda Play 20 zien doen? Moet ik een challenge doen? Moet ik een moeilijk spel spelen? Laat het me weten in de reacties. Wat zouden jullie graag willen zien als special? En als jullie gaan vragen voor een video van een uur... daar heb ik al zo vaak gedaan, joh, daar schiet er niet op. Oké, nou ken ik heel veel. Ja, ik ken al die kanten. Because I'm too pro! Nee, oh, nee! Nee! Leuk hè, zeggen dat je te pro bent en dan faalt. Echt geweld. Nee, niet nog een keer. Daar val ik niet nog een keer voor. Oké, heel veel brokstukken hier. Een bouncybal. Een bouncybal. Aboink. 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 Ik vind het leuk. Een bouncyballetje. Aboink! Oké. Zinloos planeetje met een leven erop. Maakt niet uit, ik vond hem leuk. Oké, blijkbaar zit daar de ster. Ik bedoel, het is zo shiny als maar zijn kan. Nou, dit is een Luma die hebben we nog niet echt gezien eerder. Deze Luma die verkoopt voor 30 starbits of een HP mushroom, waardoor dat je meer HP hebt. Of een leven voor 30 starbits. Dus, tenminste, het was toch starbits? Ja, en als je tegen hem praat, dan kun je er dus zeg maar niet onderuit. Dus zeker een handige Luma om te hebben als je dus zeg maar problemen zou hebben met deze baas. Kun je dus altijd een HP mushroom kopen. Heb je weinig levens, kun je altijd daar een leven kopen. Dus goed, dit is Poltergeist. Poltergeist. Ja, we hebben hem eigenlijk al gezien in Mario Galaxy 2, maar dat maakt niet zoveel uit. Poltergeist die gooit stenen op je af en wat je moet doen is je moet boos eigenlijk gebruiken, de zwarte explosieve boos, om tegen hem aan te gooien. En dat vindt hij niet leuk. Daarmee krijgt hij schade. En met die schade zorg je ervoor zeg maar, dat je hem het makkelijkst kan verslaan. Je kunt al een beetje zien zeg maar, wat voor, waar de boos uitkomen door de zwarte boos goed in de gaten te houden. En dat kun je dus zeg maar, in je voordeel gebruiken door hem te raken met twee verschillende boos tegelijkertijd. Als je hem één keer hebt geraakt, dan wordt hij nogal boos. Oh, wat doet hij nou? Nou is hij boos. En je weet wat gebeurt als hij boos wordt. Dan gaat hij twee handjes laten groeien zoals we eigenlijk heel veel bazen al gezien hebben. Wat ik eigenlijk niet erg vind bij deze baas. Ik vind het op zich wel iets hebben. Nou, die stenen gewoon rond blijven lopen, dan zul je niet geraakt worden door die stenen. Dus dan hoef je daar geen zorgen over te maken. En probeer hem natuurlijk te raken en niet de handen, want die handen die gooi je gewoon terug.
Op zich is het een hele uitdagende baas. Maar als je hem eenmaal een beetje zeg maar zijn patroon door hebt, dan is hij niet zo moeilijk meer. En dit is een van de bazen die dus zeg maar wordt beschreven als de moeilijkste baas in het spel. Dus gouden blokken trouwens, gouden stenen die veranderen in muntjes, mocht je dus zeg maar munts nodig hebben. Op zich... Durp. Mag ik even? Dank je. Dat zijn normaal gesproken de dingen waar ik altijd geraakt word. En deze baas die wordt dus, ja, zoals ik al zeg, als de moeilijkste baas van het spel beschouwd. Persoonlijk ben ik het daar wel mee eens. Want heel veel mensen worden hier nogal vaak geraakt bij deze baas. En het nadeel is, deze baas... Ja, deze heeft een derde. Spoiler. Nou ja, mocht dit dus de Daredevil zijn geweest, zou ik hem dus oorspronkelijk al hebben gehaald. Aangezien dat dit niet de Daredevil is, weet ik zeker dat op het moment dat we de Daredevil zullen gaan krijgen, dat ik nogal veel problemen zou gaan hebben met dit level. Maar ja, dat zullen we allemaal wel zien op het moment dat we dat gehaald hebben. Goed, we hebben nog een ster. Ik denk dat ik nog wel even een bonus leveltje zou doen. Een van die vraagteken levels in deze aflevering. Poink, we hebben 37. Nee, ik wil nog niet 7. Pas op het einde van deze opnamesessie. Oké, hij is er nog niet. Gelukkig maar. Nieuw Galaxy, nieuw... Weet je wat, we kijken wel eventjes, wat is deze? Bubble Breeze... Oh nee, geen Bubble Breeze. Ik haat Bubble Breezes. Ja, jullie vinden het leuk. Dat weet ik zeker. Jullie gaan deze leuk vinden. We zijn nou op het punt gekomen dat ik meer faal. Dus kijk nou naar de vorige aflevering. Hoe vaak ben ik daar wel niet gefaald? Wat hier de bedoeling is, je hebt dus zeg maar, je komt in een bubbel terecht en je moet dus met de Wiimote moet je je eigen dus zeg maar door de wereld heen blazen. Op het moment dat je in de paarse zwarte goo valt, ben je instant dood. Dan ben je er geweest. Waar je geweest bent, dat weten we niet, maar je bent er wel geweest. Goed, dus wat we moeten doen is, we moeten dus in een bubbel zien te komen. Oké. We moeten dus in een bubbel zien te komen. En zoals we dus zien, is hier onze spaceship die is hier dus neergecrashed. En laten we eens even babbelen met jou. Our glorious starship, the starship, it crashed! Ja, dat zei ik net. Dat is niet echt... Oké, wij werden melden. Wow, the wind is so strong around here, eh? Don't you think it would be awesome if we could ride that wind? Want misschien... Moet ik eerst even zoeken waar. Nou, die botjes die laten dus al duidelijk zien dat je er niet in wil vallen. This is a poisonous swamp! If you fall in there, you're done for! Oh, wat zielig. Oké, dus ik neem aan dat ze willen dat we daar de bubbel gaan pakken. Zoals we daar dus een hele mooie bubbel zien. Bubble. Hey, before you ride any battle, dat is toch heel bullshit. Ik ga je verplichten dit te lezen. Geen zin in. Wat je moet doen is, je moet dus pointen met je Wiimote. Staat nog een keer in beeld ook. En dan moet je dus zeg maar met A blaas je zeg maar je lucht. Dus je moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Want als ik me niet vergis, raak je een van die spikeballs dan, ja, nogal wie dus, dan... knapt je bubbel en natuurlijk val je dan in de poison swamp. En je raadt het al, dan ben je er geweest. Waar je bent geweest, dat weet ik niet, maar je bent er wel geweest. Je hoeft niet bang te zijn om zeg maar tegen muren aan. Volgens mij muren poppen je bubbel niet. Tenminste, laten we het even uitproberen. Nee, muren zijn veilig. En we moeten hier dus zeg maar 5 star, of van die launch star chips moeten we hier dus zien te vinden. Dit kan nogal een beetje problematisch zijn. Omdat dit eigenlijk best wel langdradig is. Oké. Ja, die muntjes die boeien eigenlijk heel erg weinig. Ik wil star chips. Dank je. Oké, daar zit er ook nog eentje. Geef. Oké, we hebben er al 3. Daar is nummertje 4. Recht in mijn handjes. Hahaha. Oké, strong winds hier. Waar is nummertje 5? Die zit daarachter natuurlijk. Oké. Ik ben niet bang voor jouw spikeball. Heb eens. Dan moeten we terug naar het midden toe. Natuurlijk. Ik heb het heel vaak gehad dat in die cutscene. Dat ik dan zeg maar geraakt word door zo'n spikeball. En dan word je niet vrolijk van. Geloof mij maar. Oh, en als je trouwens in je Wiimote spint. Dan kom je ook uit je bubbel. Dus kijk er zeker vooruit dat je dat niet doet. Op het moment dat je boven Poisonous Swamp zit. Oké, nou. Hey, I forgot to tell you something. So if you get in a bubble and you want to build a... Oh nee, dan moet je op Z drukken. Dus Oké. Whatever. Zal wel goed zijn. Oké, dus nu moeten we weer het patroon volgen. En volgens mij moeten we hier gewoon zeg maar de route volgen om bij de ster uit te komen. Dat leidt volgens mij... Nee, dat leidt helemaal naar niks.
Oh, rustig je tijd nemen. Niks aan het handje. Dit doet me eigenlijk een beetje denken aan het bordspelletje. Dat was zo'n klein bordspelletje. Dat heette, dan moest je zeg maar van die tandwieltjes. Moest je dan draaien, dan moest je van die chips moest je dan in volgorde naar beneden krijgen. Terwijl dat de anderen zeg maar dat ook probeerden. En dan moest je om de beurt moest je dan één ding draaien of iets. Dit is een death trap. Ik heb hier heel vaak gehad dat ik dus heel erg snel met mijn Wiimote begon te draaien. En dan doe je dus die spin. En daardoor ga je dus zeg maar naar je doom. Dus als je die starbits wil verzamelen, doe dat ever so quietly, rustig, niet gerust. Want anders ben je dus zeg maar, ben je er geweest. Oké. Okay. Muntjes zijn niet zo boeiend. Ik bedoel, ja, er is een high score, maar het is hier niet alsof dat je 100 per 100 muntjes een ster krijgt of zo. Dus vind ik echt jammer dat ze hier... Muntjes zijn hier echt waardeloos. Dus, wel jammer. Oké. En dan moet ik hier deze switch indrukken. Ik zeg, dan moet ik hier deze switch... Het opent die weg. Met de slot. Snel. Goed. Gehaald. There's no way back. Dan moet ik wel zeggen, dan vraag ik me eigenlijk iets af. Mario is natuurlijk begonnen, Mario en Luigi games, zijn allebei begonnen met, met 2D platforming, zoals we dat allemaal zeg maar weten. Nou is mijn vraag aan jullie. Wat vinden jullie leuker van Mario en Luigi? Die 3D spellen zoals dat je die nu hebt, de platforming, de 2D spellen zoals je nu Super Mario Bros. Hebt, of de oude klassieke Super Mario spellen zoals dat je het vroeger had. Of vind je de versie van, de 3D World, vind je die gaaf? Want dat is eigenlijk zeg maar New Super Mario Bros, maar dan in 3D. Ik persoonlijk moet zeggen dat ik deze spellen heel gaaf vind en de 2D spellen heel erg gaaf vind. En zelf ben ik geen liefhebber van de 3D World, 3D Land gebeuren, omdat... Ja, je moet die twee niet echt combineren. Ik vind zelf persoonlijk dat je niet de 2D wereld en de 3D wereld moet combineren met elkaar. En dat deed ik eigenlijk opzettelijk. Hahaha. Ik bedoel... Dit is Mario 3D. Dit vind ik geweldig. Ik bedoel, je hebt levels, je hebt sterren die je moet verzamelen. Daar zit echt iets in. Daar zit echt een verhaal in. Een story-based iets wat je echt gebat houdt van... Ja, dit moet je verzamelen. In de 2D is het echt... Je gaat van A naar B. Met heel veel obstakels en je bazen te verslaan en noem maar op. We hebben allebei de verschillende spellen. Combineer je die zo dat je zeg maar van A naar B toe moet lopen in een 3D wereld. Ik vind het een beetje rommelig eruit zien. En dat tijdslimiet werkt niet in 3D. Want in 3D hou ik juist van onderzoeken. Dan hou ik van op avontuur gaan. Weet je, dan hou ik daar een beetje meer van. Dus laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Of laat je leuk zo'n momentje weten. Vooral als je daar tijd voor hebt. En ja, met dat sluit ik deze aflevering af. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Ik hoop jullie weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. Dit was Zelda Play 20. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En tot morgen. Doei!